Groot feest vandaag, ook voor veel Brabanders. In Rotterdam kwamen zo'n 140.000 mensen naar het centrum van de stad. Dat was echt super druk, zoals u ziet, bij de huldiging van Feyenoord. De Coolsingel en de straten daaromheen waren al vroeg ramvol. Uren stonden de fans te wachten op hun spelers. Die stonden kort na de middag op het bordes van het stadhuis. De menigte ging helemaal los toen aanvoerder Dirk Kuyt en trainer Giovanni van Bronckhorst de kampioenschaal de lucht in tilden. Want daar hebben de Feyenoord supporters lang op moeten wachten. Het is 18 jaar geleden dat de club voor het laatst kampioen werd. Maar Rotterdam raakte vol. Het was zelfs zo druk dat een uur voor de huldiging in West-Brabant een NL-alert werd verstuurd om niet meer naar het centrum van Rotterdam te komen. Maar dat deden veel Brabantse fans wel. Zo was er deze vriendengroep uit Rijkenvoort. Deze jongens uit Made. Ook Jorrie uit Waalwijk, dit is hem. Die was er de hele dag bij in Rotterdam om niks van het feestje te missen. En dit gezin uit Dongen ging ook met z'n allen naar dat kampioensfeest. Een van de andere fans die bij de huldiging was, is Bart van Eert uit Den Bosch. En dat hij erbij was, is een klein wonder te noemen. Want Bart is dakdekker en brak anderhalve week geleden zijn heup, zijn bekken, zijn stuitje, zijn schaambeen, zijn oogkas en zijn pols. Toch stond, of ja, beter gezegd, lag hij vanmiddag op de Coolsingel. Dankzij Stichting Ambulance Bed. Ik heb anderhalve week geleden mijn werk heb ik een ongeluk gehad. Ben ik van het dak afgevallen van een meter of acht hoog. Ik ben eerst buiten bewustzijn geweest. Maar daarna ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Ik heb mijn heupen, mijn bekken, mijn stuitje, mijn schaambeen, mijn pols gebroken. Ja, en om dit mee te maken is gewoon super. Dat was natuurlijk mijn grootste wens na gisteren. Ja. Heb je die wedstrijd gekeken in het ziekenhuis? Ja, in het ziekenhuis, ja. En nou lig je hier lekker in het zonnetje, mag ik zeggen, of niet? Ja, geweldig, ja. Ja, en dat ik zo dichtbij dit mee mag maken, dat is gewoon echt geweldig. Ja, je ligt echt je ligt op pole position. Ja, eerste klas, ja. Ja. Wat is je Feyenoord gevoel? Ja. Ik ben al van kleins af aan supporter van Feyenoord. Seizoenkaart, ik ga iedere wedstrijd kijken. Dus je had gisteren gewoon erbij kunnen zijn? Ja, ik had er gisteren bij kunnen zijn. Ik heb mijn kaartje uiteindelijk aan een goede vriend gegeven, ook een echte Feyenoord supporter. Dus want je had er een paar duizend euro's voor kunnen krijgen. Ja, maar dan gun ik het toch aan mijn vrienden die ieder jaar alle wedstrijden gaan. Nou, mooi dat hij erbij kon zijn. Een deel van de Brabantse fans reisde vandaag per trein via Breda. En daar is ook verslaggever Birgit Verhoeven. Ja, Birgit, die moeten een mooi feestje gehad hebben vandaag, of niet? Ja, dat was zeker een mooi feestje. Heel veel blije mensen hier op het station in Breda. Want ja, je zou het bijna vergeten, hè? Want we hebben natuurlijk heel veel mooie voetbalclubs hier in Brabant. NAC Breda, PSV, Willem II. Maar er zijn ook heel erg veel Feyenoord-fans in onze provincie. Die zitten door heel de provincie. In de buurt van Den Bosch zitten er een aantal. En hier, zeker in West-Brabant, zitten er ook heel erg veel. En veel van die mensen gingen inderdaad met de trein vanochtend heen. En daar straks ook weer terug. En die kwamen gloeiend van dit prachtige feestje weer in Breda aan. Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Goedenavond. Hoe was het? Ja, heel leuk. Ja, mooi feestje gevierd. Dus, ik ben mijn stem een beetje kwijt, maar het was echt fantastisch. Kampioen, hè? Een schaal heb ik vast. Hoe voelt dat? Fijn. 18 jaar, hè? Ja, het is geweldig. Ik heb nooit meegemaakt. Ik was er gisteren ook bij in de Kuip. Geweldig, één woord, ja. Wat gaat er dan door je heen? Ja, van mijn tenen tot aan mijn vingers. Ja, je staat daar met z'n allen. Ja, dat is gewoon niet normaal. Dat is echt innerlijk geluk. Veel Brabanders ook daar, denk ik. Veel, ja. Ja, NAC doet toch niet goed, dus ja, dan kunnen we beter naar Rotterdam gaan. Je hoort het, hè? Het is wel duidelijk waar u vandaan komt. Maastricht. Met een kameraad uit zijn eigen slapen, maar... Hoe minder zielen, hoe meer bier, dachten wij. Dus ja, we zijn maar gewoon gegaan. Maar is het feestje nou al voorbij? Want volgens mij gaat het gewoon door in Rotterdam. Wij gaan thuis eieren bakken. In Haren. Nou eens. Waar is dat? Eindhoven. Ja. Oh. Ja. Maar... PSV dan? Nee. Nee. Nee, geen PSV. We hebben toch ook allemaal mooie clubs? Ja, maar Feyenoord zit hier, hè? Nou, Os. Haren. Fijne reis. Bij Os. Bedankt, hè. Nou, Birgit, die hebben een mooi feestje gevierd daar in Rotterdam. Is dat ook allemaal een beetje goed verlopen?
Nou, dat is zeker goed verlopen, wist de NS te vertellen. Het was wel heel druk. 'S ochtends was er een extra drukke ochtendspits natuurlijk, omdat niet alleen mensen die naar hun werk gingen naar Rotterdam gingen, maar ook heel veel Feyenoord-fans. En na de huldiging was het een tijdje druk, omdat mensen weer naar huis gingen. En die piek was eigenlijk om 3 uur alweer voorbij. Want je zou verwachten dat mensen dan nog even blijven feesten. Dat hebben de Rotterdammers en mensen uit de buurt van Rotterdam wel gedaan. Maar de mensen uit de rest van het land zijn na de huldiging weer naar huis gegaan. Zo ook de mensen hier natuurlijk in Brabant. Die kwamen hier in Breda over het station richting huis. En dat is dus allemaal goed verlopen. Dankjewel, Birgit vanuit Breda.